Flinke opschudding dan in Eindhoven vanmiddag. Maar gelukkig was het allemaal nep. De politie hield een grote oefening met politie te paard, rookbommen en met studenten die nogal lastig waren. Het zag er allemaal spannend uit, maar het was veel herrie om niks. Maar dat was gewoon een oefening die de politie hield vanmiddag op het Stratums Eind. Ze doet dat als training voor de paarden en om agenten te leren hoe ze om moeten gaan met opstootjes en crisissituaties in het horecagebied. Een tiental agenten en 8 paarden moesten het opnemen tegen 30 studenten die de boel op stelte zetten.